Goedendag, welkom op de webinar Drinkwaterbeveiliging van Caleffi International. Mijn naam is Mark Heusinkveld, productmanager bij Caleffi. We gaan het hebben over drinkwaterbeveiliging. Waarom drinkwaterbeveiliging? Hoe zit dat geregeld in de Europese en nationale, uiteraard de Nederlandse normen? We gaan het hebben over gevaren, gezondheidsaspecten, aansprakelijkheden. Het inspectiebeleid van de drinkwaterbedrijven komt aan de orde. En we gaan het uit deel 2 hebben over de NEN 1006, de werkbladen, de beoordelingsrapporten. En al die beveiligingsaspecten die daarbij horen. De terugstroming, de drukverhoging, waterslag en uiteraard legionella preventie. Caleffi is actief sinds 1961. Ons hoofdkantoor staat in Italië, samen met de andere productiesites. Over de wereld hebben we 16 filialen. We zijn fabrikant, producent van componenten, maar steeds meer gezien als component van totaaloplossingen, systemen en totaaloplossingen. Al onze producten zijn weergegeven in de 5 vakken die je ziet: verwarming, watertechnologie, regelsystemen, warmtesystemen en renewable of hernieuwbare energie. Waar we het vandaag over gaan hebben, zijn eigenlijk de productgroep watertechnologie. Een heleboel componenten produceren we. In kunststof zo'n 26,3 miljoen stuks en in messing wat minder, 98,6 miljoen. Maar goed, kijken we naar componenten in messing, messing gemaakt, zitten daar ook heel veel componenten op die van kunststof zijn geproduceerd. Dus vandaar dat het aantal in kunststof ook hoger is dan de producten in messing. Caleffi Academy maakt deel uit van de Caleffi Experience, de totaalnaam eigenlijk van waar wij mee bezig zijn. Dat zijn de online sessies, zoals deze, maar er zouden ook online schema's kunnen zijn, daar komen we straks even verder op terug. De social media, je vindt ons terug op Facebook, Twitter, onder andere. Het learning aspect, we organiseren meerdere Caleffi Academies in het jaar. Dit jaar 2 academies op 3 verschillende plaatsen, dus totaal 6 seminars. Dat doen we enkel om know-how, kennis eigenlijk over te brengen op installateurs, adviseurs, wie het ook maar horen wil. Uiteraard bieden we heel veel informatie. Wat je hier nog niet ziet is onze Caleffi Excellence, daar waar je jouw projecten kunt uploaden met je foto's, een stukje verhaal. Wij publiceren dat en zetten dat onder andere op Facebook. We hebben op de beurs op de ISH in Frankfurt schema's geïntroduceerd die eigenlijk een fresh-up, een upgrade gehad hebben in onder andere functionaliteit. Die worden weergegeven via je laptop, via je pad of via je telefoon. Een voorbeeld daarvan is, zie je op het scherm. Ga ik daarop inzoomen en dan zie je eigenlijk is dat het heel intelligent is. Elk product zelf heeft een link naar verschillende toepassingen. Dus uiteraard de link naar de website, naar de productpagina, een link naar de technische brochure, die zien we hier. Een link naar de instructiesheet, die zien we daar, wat bij de verpakking zit ingepakt. Je hebt een keuze qua aansluiting, uiteraard. Zien we daar, als je kiest voor een DN65, DN80, dan komt het juiste artikelnummer daarbij. En als laatste de kenmerken, beter bekend wel als de bestekomschrijving. We zullen in het commentaar van de website, van de webinar, de link naar dit soort schema's toevoegen. Waarom drinkwaterbeveiliging? Hoe zit dat in Europa geregeld? Maar allereerst wil ik beginnen toch met een aantal clichés. Heel vaak horen we, het is maar leidingwater. Ja, wat kan daar nou mee misgaan? Als het gas is het veel gevaarlijker, maar het is maar water. Nou, dat is toch niet zo, maar we zullen dat laten zien. Een ander cliché is dat er niet gecontroleerd wordt door de drinkwaterbedrijven. Er wordt wel degelijk gecontroleerd door drinkwaterbedrijven. Er wordt strikter ook gecontroleerd. En de waterslag, dat is toch niet zo erg. Er gebeurt toch niks met mijn drinkwaterinsluiting. We laten zien dus uit wat er gebeurt door snelsluitende kranen, wasmachines en dat soort toestanden. Ik kom nooit in aanraking met Legionella. Ja, goed, we hebben allemaal een zorgtaak, een zorgplicht om het water te houden zoals de oorsprong is. Water is een consumptieproduct. Ik zeg wel eens, gehakt laat je ook niet op je aanrecht staan. Dat zit je ook in de koelkast, je moet dat conserveren. Hetzelfde geldt voor water. Ja, er wordt nogal wat water geproduceerd in Nederland. 1126 miljoen kuub water. Dat is echt heel veel. En als je kijkt naar het huishoudelijk gebruik, bijna 120 liter per persoon per dag gebruiken we aan huishoudelijk water. Drinkwaterbedrijven, vroeger waren dat er veel meer. Inmiddels zijn die gefuseerd tot een 10 stuks, waar in totaal ruim 5000 mensen werken. Bijna 8 miljoen aansluitingen in Nederland op het openbare drinkwaternet. En zo'n bijna 119.000 kilometer aan waterleidingen en infra. Met kleine kikkerlandje. Ja, de normen. Hè, de Europese en nationale normen zitten natuurlijk aan elkaar gelinkt. We hebben dat eigenlijk weergegeven aan de hand van een spin in de kop. Vinden jullie de EN806, dat is eigenlijk het hoofd van de normen. Dat is een Europese norm. In Nederland is die vertaald eigenlijk in de NEN 1006. Daartussen zien we de EN1717, die vertelt over terugstroombeveiliging. Al die poortjes, dat zijn allemaal productnormen. Elk product, of het nu gaat om een terugstroombeveiliger als deze, of om thermostatische mengventielen vallen bijvoorbeeld onder de Europese norm, de EN 1111. En daar staat in dus welke eigenschappen dat thermostatische mengventiel moet voldoen. Nou is dat niet in elk Europees land gelijk. Elk land mag een eigen kenmerk nog weer aangeven. In Nederland wordt dat aangegeven door middel van een beoordelingsrichtlijn. In dit geval de beoordelingsrichtlijn behorende bij de EN 1111 is de BRLK 610. En hetzelfde geldt voor inlaatcombinaties bijvoorbeeld. De beveiliging, de Europese norm daarvoor is 1488. De beoordelingsrichtlijn is de BRLK 630. Nou is die NEN 1006, maar ook die EN 806 is geen prettig boek die je denkt van ga die in een weekendje zeker uitlezen. Het zijn heel veel theoretische termen. We hebben dat is praktisch gemaakt in Nederland door de werkbladen. 1.4G is bijvoorbeeld een hele bekende, 3.8 is een heel bekend werkblad. Die werkbladen geven eigenlijk vertaling hoe je daar in de praktijk mee om moet gaan. Maar die linken dus wel degelijk ook weer terug naar die NEN 1006 en indirect natuurlijk naar die EN806. 1.4G gaat over terugstroombeveiliging, het controleren daarvan. Die linkt dan weer terug naar de 1006, maar ook naar de 806. Hoe die hoofdstukken ingedeeld zijn, vertel ik zo meteen. Hier zie je dat nog eens anders weergegeven. Hè? De Europese norm EN 1717, 806. Samen verwerkt in de NEN 1006. Met daaronder al die verschillende werkbladen. En hier vinden we de productnormen met de bijbehorende beoordelingsrichtlijn. Nou, die Europese norm, de EN 806, is eigenlijk opgebouwd uit 5 verschillende hoofdstukken. Die 5 verschillende hoofdstukken, de eerste is algemeen, geeft meer termen en definities weer. 2 is hoe ga je om met het ontwerp. 3 zegt hoe moet ik leidingen dimensioneren. 4 zegt ja, hoe moet je dat dan installeren. En 5 zegt iets over bedrijfsvoering en onderhoud. Dus hoe moet je, nadat je zo'n installatie aan het gemaakt hebt, hoe moet je dat dan beheren en onderhouden? En de 1717, de Europese norm, die is wat specifieker. En die gaat specifiek in op de terugstroombeveiliging. Zoals ik al zei, in Nederland is die norm die we de vorige slide zagen vertaald in de NEN 1006 en de werkbladen. Nou, die NEN 1006 die moet vernieuwd worden omdat er in 2013 een nieuwe EN 806 komt. Ja, dan moet je je nationale normen ook gaan updaten. Daar is vorig jaar mee begonnen. De bedoeling was die in januari van dit jaar te publiceren. Dat is niet gelukt. Dus nu is de voorziene publicatie het najaar van 2015. Ja, als je een Nederlandse norm gaat wijzigen, dan zullen ook die werkbladen mee moeten wijzigen. Daar is inmiddels al een flink eind mee op weg. Tot en met werkblad 3.8 die zijn al vertaald, al up-to-date gebracht. Die staan op de website infodwi.nl. Daar hebben ze ter kritiek gestaan en de kritiek wordt momenteel verwerkt. De gevaren en gezondheidsaspecten en aansprakelijkheden. Dus we hebben drinkwaterbeveiliging. Dat heeft te maken met een stukje veiligheid. Veiligheid tegen druk, te hoge druk, te hoge temperatuur, etc. Gezondheid, terugstromen, terugheven of terugpersen. Dus natuurlijk kan een gevaar zijn voor de gezondheid, maar ook legionella preventie kan dus een gevaar zijn voor de gezondheid. Maar we moeten bij de drinkwaterbeveiliging natuurlijk ook rekening houden met de levensduur van de installatie. We moeten duurzame installaties, levensloopbestendige installaties aanbrengen. Zorgen dat zo'n installatie langer levensduur heeft. Nou, gevaren en gezondheidsaspecten. Een voorbeeld is in 2006 in Koeltoren in Amsterdam een legionella uitbraak geweest. Er zijn 30 patiënten, 2 zijn er van overleden, maar met een kweekresultaat van 5 miljoen KVE. Nou, dat de grens op 100 kolonivormende eenheden zit. 5 miljoen is natuurlijk een hele heftige besmetting. Daar is het een en ander misgegaan in de communicatie voornamelijk. Er zijn flink veel boetes opgelegd voor de beheerders van de installatie. Voorwaardelijke celstraffen voor leidinggevenden van installatiebedrijven. De monteurs die ook aangeklaagd zijn vrijgesproken. Dus er wel degelijk wordt daar ook in Nederland wat aan gedaan. Er wordt echt intensief ook gecontroleerd. In dit geval was dat te laat. Maar ook in dit geval is het te laat geweest voor een hoogbejaarde man die een verbranding heeft opgelopen. Die is verbrand tijdens het douchen door een kapotte knop van een thermostatische mengkraan. Dus nog zo'n gevalletje in de omgeving van Enschede geweest in 2012. Dat is ook een hoogbejaarde vrouw in dit geval. Door het defect zijn van de thermostaatkanaal zelf. En te hoge temperaturen, waarom zij dus ook overleden. Ten gevolge van die 30 graadse verbranding. Een ander voorbeeld waar... Waar een besmetting is geweest van het complete net. Dat is in België geweest. Dat is in 2010. Een textielbedrijf heeft daar in de brand gestaan. En er zijn eigenlijk kruisverbindingen ontstaan. Dus enerzijds het openbare drinkwaternet en het oppervlaktewater. 11 dagen zijn alle bewoners afgesloten geweest van het drinkwaternet. Om te zorgen dat dat moest eerst weer gereinigd en gedesinfecteerd wordt. We hebben het in Nederland dus onlangs nog meegemaakt, waar tijdens graafwerkzaamheden de gasleidingen zijn geraakt, en gas en water, leidingen met elkaar vermengd zijn, waar mensen de waterleiding simpel door uitspoelen gereinigd kon worden, maar met de gas waar mensen meerdere weken zonder verwarming hebben gezien. Ja, waterslag heeft natuurlijk is een levensduur van installatie. Je ziet hier gesprongen watermeters, gesprongen leidingen als gevolg van waterslag. Hoeveel dat kan zijn, ik zal dat straks iets uitleggen. Hoe zit dat nu met de aansprakelijkheid? Voor de watermeter is de drinkwatermaatschappij verantwoordelijk voor betrouwbaar drinkwater. Dat zijn hele goede regels waar het drinkwaterbedrijf aan moet voldoen. Maar het drinkwaterbedrijf heeft ook een rol bij controles. Ze moeten onze drinkwaterwet, artikel 24, moeten die de installaties ook controleren. Die kunnen natuurlijk niet die 7, bijna 8 miljoen installaties controleren. Dus er zijn een aantal voorwaarden waaronder ze controleren. De eigenaar, de gebruiker, die is eigenlijk hoofdaansprakelijk. Die is aansprakelijk na de watermeter en dat is eigenlijk geregeld in het burgerlijk wetboek. Hij is ook zorgplichtig. Als je water ter beschikking stelt aan een derde, dan ontstaat die zorgplicht. Dan zul je denken, ja, is het installatiebedrijf dan eigenlijk niet verantwoordelijk? Ja, het installatiebedrijf is verantwoordelijk voor die zorgplicht, de aansprakelijkheid. Hij heeft ook een meldingsplicht. En die meldingsplicht is echt heel belangrijk. Is dat je, als je ziet dat er iets mis is, kun je niet zomaar zeggen, ik draai mijn hoofd daarvan weg en ik ga daar niet verder op in. Je moet dat echt melden aan de eigenaar. Als je schematisch kijkt, dan zie je een monteur. Een monteur heeft altijd, moet hij dat melden aan zijn werkgever. En de werkgever hoort dat een fout in de installatie te melden aan de eigenaar. Die eigenaar die meldt dat bij de drinkwatermaatschappij. Ja, dus ik moet daar wat aan doen. De drinkwatermaatschappij komt ook terug bij die eigenaar om te controleren. Is er een fout ontdekt, dan ligt aan bewoner liggen. Maar dat het geval kan zijn dat ILT moet worden ingeschakeld. Of bij een besmetting met Legionella boven de 1000 kWe wordt de ILT ingeschakeld. En de ILT koppelt dat terug naar de eigenaar. Vervolgens zal het drinkwaterbedrijf dat die controlerende taken op zich nemen. Ja, blijft er nog steeds een constatatie, dan zal het ILT sancties gaan opleggen aan die eigenaar. Een voorbeeld dat die Koeltoren in Amsterdam, daar zijn bekeuringen, boetes uitgegeven van 40 respectieve 40 en 20.000 euro. Dus die zijn niet mis. Het inspectiebeleid is eigenlijk tweeledig. Voorkoming van terugstromen naar het drinkwaterbedrijf en bescherming van de gebruikers. ILT in combinatie met het drinkwaterbedrijf. En die artikelen die je hier ziet, die komen uit de drinkwaterwet. Ja, hoe zit dat wettelijke kader van die controles dan in elkaar? NEN 1006 is daar uiteraard geregeld. De woningwet, het bouwbesluit, de ministeriële regeling, de waterwerkbladen die samen hebben geresulteerd in een inspectierechtlijn. Dat betekent dat de drinkwaterbedrijven controleren en ILT handhaaft. Op basis van Legionella wordt er al wel een verschil gemaakt tussen prioritaire en niet-prioritaire installaties. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Wat zijn er dan voor beheersmaatregelen? Hè? Wat moet er gedaan worden volgens dat inspectiebeleid? Allereerst moet er in kaart worden gebracht wie is waarvoor verantwoordelijk en wie is waarvoor bevoegd. En vervolgens moet er worden vastgesteld wat moet er wekelijks of maandelijks gebeuren. Moet ik gaan spoelen, moet ik temperatuurmetingen gaan doen. Dan heb je de halfjaarlijkse, jaarlijks of halfjaarlijks, als je kunt aantonen dat je in het verleden goed gepresteerd hebt en geen besmetting hebt gehad, mag je naar jaarlijkse maatregelen, monsteren. Elke 6 maanden verzegelingen van de brandstofcontrole, controle van de keerkleppen en logboeken uiteraard dat alle werkzaamheden die je doet, het controleren van een keerklep, zul je dat moeten vastleggen in je logboek. En die wekelijks en maandelijkse maatregelen zijn bijvoorbeeld die spoelmaatregelen, wekelijks, dus koud water, zorgen voor dat je tappunten die niet veel gebruikt worden, wekelijks spoelt, totdat de temperatuur weer stabiel is, onder die 20 graden. Wat nu met warm en heet water, ook daar moet je een thermische desinfectie over uitvoeren. Dat moet eigenlijk continu, tenzij je met een mengsysteem werkt. Met een mengsysteem moet je wekelijks bijvoorbeeld 60 graden retour halen en gestamptijd doen houden van 20 minuten. En hoe hoger die temperatuur, hoe korter de tijd is. Ja, stilstaand water, dan groeit die legionella bacteriën natuurlijk het snelst, dus dan moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Andere maatregelen is de temperatuurmeting, die je maandelijks moet gaan doen. Controleren van is het koude water koud genoeg en is het warme water ook warm genoeg. Ja, wat moet je dan registreren? Dus op het moment dat ik mijn meting start, moet ik de starttemperatuur meten en de eindtemperatuur, nou, bijvoorbeeld 60 seconden, op de eindtemperatuur en het detecteren van hotspots. Met die starttemperatuur en eindtemperatuur kun je dus detecteren van heb ik ergens hotspots zitten, heb ik zomersopwarming door zoninstraling, zoninvloed of verwarming door de cv-installatie. Het is heel belangrijk, want in dat geval kun je de installatie aanpassen. Zo moet het wel binnen de regels. Nou, 1 keer in de 6 maanden een monster laten nemen. Dat hoort er uiteraard ook bij. Is afhankelijk overigens van het aantal monsters, is afhankelijk van het aantal tappunten. Dus heb je meer dan 1600 tappunten, moet je 14 onderzoeken laten doen. Dus dat betekent hoe groter de installatie, ja, hoe groter ook de kans op een besmetting, dus hoe vaker je het moet controleren. Ja, goed, de ene opmerking is dat de legionella wordt gemeten, wordt er niet alleen naar de tappunten gekeken dat bemonsterd is, maar wordt ook naar de rest van de installatie. Dan de jaarlijkse beheersmaatregelen, nou, dat is de controle, hè. De brandhaas moet ook jaarlijks gecontroleerd worden, de verzegeling moet gecontroleerd worden, de keerkleppen moeten uiteraard gecontroleerd worden, terugstroombeveiligingssystemen. Ook weer afhankelijk van de grootte van de installatie. Een hele grote installatie mag je een steekproef gaan doen. Dan mogen er zelfs een aantal fouten in zitten. Maar dat vind je terug in de bijlage en dat in de vliegtuig. Ja, uiteraard moet je dat soort dingen vastleggen in een logboek. Om ook terreinzagen te laten zijn voor het drinkwaterbedrijf. De NEN 1006, de werkbladen en de beoordelingsrapporten. We gaan daar eens even naar kijken. Deze hebben we gezien, dus hoe dat allemaal met elkaar verweven zit. We pikken er een aantal van die werkbladen uit. Hè. Ze 1 per 4, 2 per 1, 3 per 8, 4 per 3 en 4 per 4. En hier zie je eigenlijk de opbouw van al die werkbladen. Nou, we beginnen bij terugstroombeveililiging, werkblad 3.8. Er zitten al nieuwere versies, sinds uitgegeven oktober 2014, maar dat is nog niet. Dit is de versie die ter kritiek staat op infodwi.nl. Hier zie je als eerste een heleboel normen verschijnen. Hè. Bovenaan staat uiteraard de NEN 1006, de EN806, hoofdstuk 1, hè, dat is het algemene deel, met de termen definities. Hè, de 1717 wordt er genoemd, al die beoordelingsrichtlijnen, voor wisselaars, voor terugstroombeveilligers, al die Europese normen worden genoemd, uiteraard worden ook gewezen naar de beoordelingsrichtlijn. Allereerst iets over de vloeistofklasses, waar ook in 3.8 over gesproken wordt. Het drinkwater in Nederland is eigenlijk opgedeeld in een vijftal klasses. Vloeistofklasse 1 hebben we het over drinkwater geschikt voor de menselijke consumptie. Vloeistofklasse 2 is daar waar het niet schadelijk is voor de gezondheid. Dat kan een verandering zijn van smaak, kleur, geur of temperatuur. En de temperatuur zou beide kunnen zijn, hè? Dat kan zowel verwarming als koeling zijn. En vloeistofklasse 3, dan wordt het al in enige mate gevaarlijk, schadelijk voor de volksgezondheid. Dat kan licht giftige stoffen zijn. En bij vloeistofklasse 4 wordt het echt een gevaar voor de gezondheid. Dan gaat het over radioactieve, carcinogene, oftewel kankerverwekkende bestanddelen. Wordt overigens weergegeven in de LD50, waar de letale dosis waarbij 50% van de proefdieren overlijdt. Zo minder van die stoffen toevoegen, hoe zwaarder, hoe giftiger het is. En dan hebben we nog een vloeistofklasse, ook een gevaar voor de volksgezondheid, maar door aanwezigheid van ziekmakende virussen of bacteriën. Het verschil tussen deze beide, als ik iets heb van de vloeistofklasse 4, is daar maar heel veel van vloeistofklasse 1 bij het stop. Wordt steeds minder giftig. Dit zijn virussen en bacteriën bij vloeistofklasse 5, dus er wordt alleen maar meer, het groeit alleen. De beveiligingsmatrix geeft daar weer wat voor beveiliging je tot wat voor vloeistofklassen kunt gebruiken. Een voorbeeld is een BA-terugstroombeveiliging. Ik heb er hier een voor me. Die beveiligt dus vanaf vloeistofklasse 1 tot en met vloeistofklasse 4. Het is een dicht puntje, dus dat betekent dat hij beveiligt tegen terugheveling en terugpersen. De BA is dus een controleerbare terugstroombeveiliger met een controleerbare laagdrukzone, vandaar die 3 controlekrantjes. Belangrijk om te handhouden dat die beveiligt tot en met vloeistofklasse 4. Hier zie je dat weergegeven, de beschikbaarheid en de aansluitmaten. Geflenst, gedraad en een compacte versie. De norm zegt, de BRL, de beoordelingsrichtlijn van terugstromen, zegt dat je die mag gebruiken tot een maximum temperatuur van 65 graden. En een temperatuur van 10 bar. Ook in die normgeregel, in die BRL, eigenlijk in de Europese productnorm, is geregeld wanneer het toestel moet gaan ingrijpen. Een interventie, drukverschil van 14 kPa, moet die spuitklep, die we hier zien, wordt ingegrepen hebben om terugheveling en terugpersing te voorkomen. Deze laat ik zien, dus dit hebben we geïntroduceerd op de beurs, de ISH in Frankfurt. Dat is een nieuwe terugstroom van type, ook een klasse BA. Had er in 2 aansluitmaten, zijn DN15 en DN20. Die zowel horizontaal als verticaal te plaatsen is. Voor aangesloten apparatuur is zelfs accessoire, zeg maar, beschikbaar om rechtstreeks een Gardena-koppeling aan te zetten, bijvoorbeeld in een bouwlocatie. Dan moet ik een silo aansluiten waarin cement wordt vloeibaar gehouden en dan is dat een vloeistofklasse 4. Chemicaliën, en moet je dat eigenlijk beveiligen met een terugstroom uit de klasse BA. En wat is er makkelijker dan dat ding rechtstreeks onderaan de kraan te draaien, of zelfs inclusief de kraan. Die zal beschikbaar zijn vanaf juli van dit jaar. Dus hou de vakliteratuur in de gaten, we zullen dat zeker laten zien en laten merken. Gaan we naar een andere vloeistofklasse, vloeistofklasse 3. Dan hebben we het over de onderbreker, de terugstroombeveiliger met een niet controleerbare laagdrukzone, de CA, die beveiligt dus tot en met vloeistofklasse 3. We kunnen wel degelijk controle uitvoeren van die terugstroombeveiliger, we kunnen enkel alleen niet die interventiedruk meten. verschil tussen de CA en de BA. De werking lijkt overigens heel veel op elkaar. Wil je dat zien? Kijk dan op het YouTube-kanaal van Caleffi, dan vind je daar zeker ook de filmpjes over de werking en de controle van de trustdomveiligers. Hier zien we zo'n trustdomveiligers type CA. Ook hiervoor geldt is dat de productnorm de maximumtemperatuur begrenst op 65 graden en de druk maximum van 10 bar. Uiteraard zijn al die trustdomveiligers KIWA gekeurd. Er is enkel alleen een aansluitmaat voor CA. Dat zijn een half duims en een 3/4. Dus ja, waarom nou niet groter? Dat is weer de productnorm. De productnorm geeft aan dat die twee maten, geeft enkel die twee aansluitmaten aan. Dus vandaar dat die ook in die beschikbaar zijn. Ja, dan kun je allerlei combinaties natuurlijk gaan bedenken. En een daarvan is wat we noemen een vulcombinatie, waar we enerzijds een afsluitkraan hebben, de trustdombeveiliger, de vulcombinatie en opnieuw een afsluitkraan. Dit kunnen we, deze zij de drinkwater, aansluitende drinkwaterinstallatie en die zijde aan de CV-installatie. We kunnen AV-installatie automatisch op druk brengen. Vroeger hadden we de term tijdelijke aansluiting, die zijn verwijderd uit onze NEN 1006. Dus je mag dit vast aansluiten op je CV-installatie. Wat je wel in de gaten moet houden is dat er geen additieven zijn toegevoegd aan die CV-installatie. Het zijn de additieven toegevoegd en er is geen KIWA-ATA van die additieven. Dan moet die trustdomveiliging type BA zijn. Ook daarvoor zijn zulke soort veiligheid combinaties beschikbaar. Meer informatie kun je uiteraard vinden op onze website. En dan veel voorkomen is de EA6, de controleerbare keerklep. Die beveiligt dus tot en met vloeistofklasse 2. Voor zowel terugheveling als terugpersing. Hier zie je die keerkleppen tot en met DN50, 2 duim. Nieuw daar is een haakse versie, daar waar je weinig ruimte hebt, gelijk achter een meter een keerklep zou moeten zetten. Je heel eenvoudig werkt met een haakse versie om ruimte te besparen. Deze productnorm van keerkleppen praat over andere temperaturen van de aarde, dat we aangeven de maximumtemperatuur van dit soort keerkleppen, dus 90 graden en eveneens dezelfde druk. 10 bar. Dan hebben we nog de EB. De EB mag in principe niet gebruikt worden. Enkel alleen in huishoudelijke toepassingen. We hebben het dan over. Dat zijn de keerkleppen die ingebouwd zitten in thermostatische minkranen. Kleine keerklepjes die achter de muurplaten voor buitenkranen zijn geplaatst. Dat soort keerkleppen maar enkel alleen in huishoudelijke toepassingen. Je ziet wat uitzonderingen, dus, bijvoorbeeld een tapkraan met een handdouche voor een bad, die is teruggeschaald naar een ander beveiligingsniveau. Hetzelfde geldt voor een bad met een vooropening lager dan de rand, dus klasse 3. Aansluitkraan voor slangen, voor tuinbesproeiing, dat soort toepassingen hebben we het beveiligingsniveau aangepast. Ik vind dat allemaal terug in RLK 3.8. Ja, die beoordelingsrapporten, ook die vind je terug op de site infodwi.nl. We hebben er een voorbeeld van 4 rapporten. Dus te kijken hoe moet je dat nou lezen, zo'n beoordelingsrapport. Allereerst een beoordelingsrapport van een frisdrankautomaat. Hier zie je de terugstroombeveiligende filter van de koeler. Hier zie je 2 magneetafsluiters, de mengen en hier wordt het extract eruit toegevoegd samen met CO2 om er een frisdrank uit die automaat te krijgen. Er staat altijd bij de beoordelingsrapport een schema van hoe het is weergegeven. Er staat ook altijd in het beoordelingsrapport. Wat is de aard van de mogelijke verontreiniging? In dit geval, in water opgelost CO2, filtermateriaal in water opgelost CO2, hierover. Filtermateriaal in extract. Wat is dan de wijze waarop die verontreiniging kan plaatsvinden? Dat is terugpersing. Je kunt terugpersing krijgen vanuit deze zijde af vanuit CO2 via de koeler en het filter en de drinkwaterinstallatie. Maar wat er altijd gekeken wordt, nou, wat zegt nu de 1717? Minimaal de Europese norm. De Europese norm zegt dat er EA moet zijn. En wat de BBT, de werkgroep beveilingstoestellen waar ik onderdeel van uitmaak, kijk daar dan ook naar. Wat is nu het risico, het echte risico? En is dat reëel en daar EA te zetten? Dan zeggen we ja, dat klopt. Wordt altijd nog weergegeven in de matrix. We hebben het over terugpersing, dus de druk is hoger dan atmosferisch. En te maken met luchtstoffenklasse 2. Die matrix vind je over op elk beoordelingsrapport vind je dat terug. Ander beoordelingsrapport is bijvoorbeeld een closetpot, toevoer van drinkwater, de beveiliging en vervolgens de toiletpotten. Wat is dan de mogelijke aard van de verontreiniging? Ja, fecaliën. Nou, fecaliën zouden we terug kunnen in drinkwaterinstallaties. En wanneer kan dat dan gebeuren? Als de afvoer verstopt zit, en de pot staat tot hier toe vol met water, de druk zou wegvallen, zouden we een teruggeving kunnen krijgen in de drinkwater. Wat zegt dan de Europese norm? Ja, dat moet je atmosferisch onderbreken. Dus je mag dat geen verbinding laten zijn met die toiletpot en die drinkwaterinstallatie. Dat is een atmosferisch onderbreken. AA, AB, AD. DC, zo'n beluchter. WBT heeft dat overgenomen. En dan zie je dus eigenlijk, dus de AC is uitgevoerd als stokbak, atmosfeer is onderbroken. Of een DC, een beluchter, dat is ook een spoelkraan. Hier zie je dat nog eens weer, we hebben te maken met terugheveling, dus atmosferische druk, klasse 5, beveiligd. Nog eentje, die is iets ingewikkelder. Dit is een beoordelingsrapport van een vaatwasmachine met een nagelandsdosering. Je ziet hier toevoer van drinkwater, de beveiliging, de magneetafsluiter, dan de warmwaterbereider, de boiler. Dan hebben we een nagelandsmiddel dat we gaan injecteren in die warmwaterbereider en vervolgens die vaatwasmachine ingaan. En met uiteraard een pomp die de water rondcirculeert in die vaatwas. Wat is dan in dit geval de mogelijke aard van de verontreiniging? Dat zijn voedselresten. Voedselresten, schoonmaakmiddelen in de compartiment A. Hier hebben we geen voedselresten. En nagelandsmiddel in compartiment B. Zegt dan, wat kan er dan gebeuren? De terugheveling. De terugheveling van water waarmee ik met wat heb gereinigd. Terug via de warmwaterbereider, de drinkwaterinstallatie. En terugpersing van gewoon nagelandsmiddel in de drinkwaterinstallatie. Dat hier weer een pomp staat. Wat zegt dan 1717? De Europese norm zegt. Je moet dat eigenlijk doen voor de compartiment A met een atmosferische onderbreking, AA, AB of AD. En voor het deel B zou je met een CA moeten werken, omdat het nagelandsmiddel lichtgiftige stoffen bevat. Wat zegt dan de WBT? Ja, je moet daar een beveiliging zetten, minimaal een CA. Maar er is een toelichting op gegeven. De toelichting is dat het wascompartiment is ingericht als atmosferische onderbreking. Daardoor is het uitgesloten dat die voedselresten terug geheveld worden hierin. Je ziet dus eigenlijk dat die rioolaansluiting lager zit. In de matrix geeft het weer terugheveling tussen klasse 5, dat door die voedselresten, en terugpersing vanuit die pomp van het nagelandsmiddel tussen klasse 3 en deel B. En dus elke vaatwas voorzien van een nagelandsdosering moeten we voorzien van een CA terugstromen. Dan de tandartsunit. De tandarts. Ja, een tandartsstoel bestaat uit een heleboel kleppen, filters, magneetkleppen, publiceren, nog een keer club, afsluitertje, een filter, een druktank met een desinfectiemiddel, de afzuigerslang, pompen. Er zit heel veel perslucht, zit er natuurlijk ook op die tandenstoel. Het is een heel gecompliceerd apparaat. Nou, allereerst is het belangrijk te kijken, oké, wat is nu het risico? Wat is de aard van die mogelijke besmetting? Dat is speeksel, ja, het bloed vanuit de mond van de patiënt via die wateraansluiting op de boor en desinfectiemiddel, B. Dus de boor is A en desinfectie is B. De wijze waarop die terugstroming kan plaatsvinden is terugpersen door die waterkolom die hierop staat, hè, terugpersen, en de druktank met een desinfectiemiddel. De tank staat onder druk door die perslucht, dus daar zou een desinfectiemiddel teruggeperst kunnen worden in de drinkwaterinstallatie. Dat zegt de Europese norm. De Europese norm zegt dat moet je atmosferisch onderbreken. Je moet toch niet rechtstreeks aansluiten op de drinkwaterinstallatie. AA, AB of AD. De WBT, de werkgroep beveiligingsstelsel, zegt dat er minimaal met een BH terugstroombeveiliging moet. Waarom? Omdat de kans van verontreiniging met blussenklasse 5, dus via de boor, speeksel of bloed, dat dan eigenlijk, dan zou dat via die hele kleine kanaaltjes hier zo door moeten, die kant op. Die kans is nihil. A zijn er hele kleine kanalen. Dus die tandarts heeft op dat moment direct wel door dat hij geen water heeft. Dan zal die stoppen met zijn booractiviteiten. Dan wordt het echt wel heel erg warm in je mond, als er geen koeling op de boor aanwezig is. Dus dan zal zullen die kleppen sowieso sluiten. Dus dat risico wordt niet heel geschat. Dus het grootste risico is eigenlijk die druktank met desinfectie. Hier zie je ze dan in de matrix. Hè. Beide zijn terugpersen. Enerzijds is vloeistoffklasse 4, hè, D, desinfectiemiddel. En het speeksel en het bloed, vloeistoffklasse 5. Je mag dat dus beveiligen met een terugstroombeveiliger. Als zodanig een BA terugstroom. Daarvoor geldt natuurlijk wel eens dat die ook jaarlijks gecontroleerd moet worden. Die controle die is verplicht. Dat staat in onze wetgeving genoemd. We hebben een filmpje staan op YouTube. Je kunt dat op ons YouTube kanaal terugvinden. Om hoe je elke soort moet controleren. Zowel de EA, de CA als de BA. Voor de BA, om het meten van de interventiedruk, hebben we uiteraard meetsets beschikbaar. Ja, hoe gaat het dan om met drukverhoging? Ja, ook drukverhogingsinstallaties moet je controleren. Moet je jaarlijks controleren. Ja, drukverhoging op zich is dat natuurlijk heel mooi. Als je een grote gebouwen hebt, dan zou je toch moeten zien water daar op de 16e verdieping te krijgen. En niet weg dat daar ook weer gevaar is. Uiteindelijk zou je water op te pompen naar een hogere druk. En dan zul je die installatie moeten beschermen. Daarvoor zijn reduceerventielen beschikbaar. Je hebt er twee verschillende types. Dus hier zie je twee verschillende soorten reduceerventielen. Deze versie heeft eigenlijk een aflezing met de ingestelde druk. De andere is een, wat we noemen, gepreset op 3 bar. Die overigens nog wel kunt wijzigen met de instelling hierboven op. Zo'n reduceerventiel, de werking is eigenlijk redelijk eenvoudig. Je hebt twee krachten. De kracht van de veer, die de klep wil doen openen. En de kracht op de membraan van het water, die de klep wil doen sluiten. Hebben allemaal gecompenseerde zitters. Dat betekent, als je geen afname hebt, dat die druk niet gaat stijgen. Er is een monoblokpatroon waar je kunt op een hele eenvoudige wijze kunt vervangen. Hier zie je dat nog eens die krachten weergeven. Die kracht 1, de kracht van de veer om de klep te openen en de kracht op de membraan om de klep te sluiten. Ja, en met de knop op het reduceerventiel gaan we eigenlijk op het moment dat we hem verder indraaien echt de spanning van de veer groter maken. Waardoor er ook meer druk op de membraan moet komen te staan om de klep weer te sluiten. Dat betekent dus in dit geval hoge benedenstrooms druk. Belangrijk van het reduceerverteren is dat je dat selecteert op basis van maximale vloeistofsnelheid. Hou dat in de gaten en kijk bijvoorbeeld naar je debiet. In dit geval is het 2 keer per uur, 30, 40, 35 liter per minuut. Ga je verticaal naar boven, zorg dat je in die vlak komt. Je ziet eigenlijk hier dat het op een 3 kwart gaat. Zou je die verder naar boven, lijn verder naar boven trekken, dan zie je al dat je boven die 2 meter per seconde komt uit buiten het bereik valt. Dan veroorzaakt zo'n appendage natuurlijk altijd drukverlies. Hè. Pak je hetzelfde debiet en ik heb die 3 kwart aansluiting, afhankelijk van het type. Bijvoorbeeld 5351 is een andere curve dan de 5350-serie. Dus elke appendage veroorzaakt een ander drukverlies in de installatie. Reduceerventielen worden eigenlijk altijd geselecteerd op basis van maximum debiet. Maximum debiet, ik zou je zeggen, een paar keer optelling van een bad, een gootsteen, een douche, een wastafels of een closet. Werk je dan in appartementsgebouwen, dan kun je zeggen, okay, ik heb meer toestellen, mag dan een gelijktijdigheidscoëfficiënt gebruiken. Makkelijker is om te kijken naar de tabel met een nominaal aanbevolen debieten. En dan zie je dat je voor een 3 kwart 2,27 keer per uur komt in op 37,83 liter per minuut. Deze tabellen vind je allemaal terug in onze technische documentatie, die uiteraard via de website weer te downloaden is. Hier een overzicht van allerlei verschillende soorten en types van reduceerventielen. Verschil zit hem voornamelijk in de maximum inlaatdruk en de temperatuur. Je ziet, voor maximum inlaatdruk en een temperatuur van 40 graden zijn er 2 versies beschikbaar. Dus de ene is dan weer met een filter en zonder een ingebouwd filter. Dan de hogere temperatuur. En dan weer met en zonder manometer. In dit geval met ingebouwd filter. Dan gaan we naar de 16 bar, dus die maximum inlaatdruk nummer 16 bar. En naar de geflenste versies, of de compacte versies, zoals ik ze had laten zien. En ook daar maken we weer een onderscheid tussen hoge en lagere temperatuur. Die temperaturen verwijzen overigens altijd weer naar de Europese productnormen. Een overstartventiel. Ik zal hem er eens even bij pakken. Overstartventiel is natuurlijk bedoeld om te zorgen dat het overdruk weg kan. Als ik het water ga verhitten, dan zal het volume vermeerderen. Als op dat moment de kraan gesloten is, dan zal er enkel en alleen de druk toe kunnen nemen. En dit soort overstartventielen, of expansieventielen wordt het ook wel genoemd, die vangen eigenlijk die extra volumevermeerdering naarmate de druk zal stijgen, bijvoorbeeld 8 bar, zal die kleppen heel langzaam gelicht worden om de overtollige druk te doen verdwijnen. Die zijn er in verschillende versies en verschillende types en uiteraard verschillende drukken. Dat begint vanaf een duimse uitlaatcijfers, 3 kwart inlaatcijfers. En een 4, 6, 8 en 10 bar versie. Vaak worden die gebruikt als inlaatcombinaties, moeten worden samengesteld. Dus door middel van, doordat er grote aansluitmaten zijn op een grote voorraadvaten, moet je een inlaatcombinatie gaan samenstellen. Ander product, een nieuw product die we geïntroduceerd hebben, op de ISH is de inlaatcombinatie. Je zegt, ja, je ziet er eigenlijk heel anders uit dan alle andere inlaatcombinaties in de markt. En elke combinatie is eigenlijk een vorm van een afsluiter, een keerclip en een veerveiligheid. Het zijn eigenlijk drie functies in één apparaat. Die is er in twee uitvoeringen. In 8 bar met een 15 mm knelaansluiting, zoals deze. En in een 7 bar een half duims buitendraadaansluiting, zoals die hier is weergegeven. Gebruik je eigenlijk voor indirect gestookte boilers, direct gestookte boilers, maar ook voor combi-ketels. Wat is er uniek aan die inlaatcombinatie is dat een overstort ventiel eigenlijk draaibaar is, 360 graden draaibaar, zoals hier. Er is een nieuwe norm op komst, de nieuwe 1488, die zegt dat de trechter, zoals je hem hier ziet, het moet voldoen aan de 1717. Dat betekent voldoende opening, dat je voldoende kunt zien dat het ventiel werkt. Je gebruikt een maximum temperatuur van 90 graden en een druk van 10 bar. Dus dat wordt de productnorm aangeeft. Waterslag. Ja, werkblad 2.1f gaat zijn geheel over waterslag. Hoe moet je dat berekenen? Ja, waar is dat van afhankelijk? Waterslag is afhankelijk van de sluitheid van de kraan. Je kunt je voorstellen, hoe sneller de kraan sluit, hoe hoger de drukpiek is, de diameter van de leiding, de banddikte van de leiding, welk materiaal gebruik ik? Gebruik ik koper, gebruik ik kunststofmateriaal. Wat is mijn debiet, hè? Wat is mijn volumestroom? Wat is de lengte van de aansluitleiding? Dus vanaf de aftakking na mijn snelsluitende kraan is die lengte heel belangrijk. In dat werkblad 2.1f wordt daar helemaal uitgelegd hoe je dat moet berekenen. Het ziet er heel ingewikkeld uit, maar dat valt reuze mee. Dus, bijvoorbeeld, het voorbeeld wordt ook aangehaald in het werkblad van wasmachine, bij de aansluitleiding van 15 mm koper, een lengte van 1 meter, een volumestroom van 0,167 liter per seconde. Sluittijd van het magneetventiel in de wasmachine van 5 milliseconden en het leveringsdruk van het drinkwaterbeveiliging 3 bar gezet, dan kom je eigenlijk op uitkomst een delta P, dus een verandering van de druk van ja, om en nabij de 5 bar. En omdat die piek eigenlijk groter is dan de leveringsdruk, is de kans op waterslag daar eigenlijk heel groot. Maar wat gebeurt er nu als die lengte die 1 meter is, naar 2 meter? En wat als die aansluitleiding 4 meter is? Als je kijkt, nou, als de lengte 2 meter wordt, dan wordt die drukpiek al een keer zo hoog. Of die drukpiek 10 bar. Is de lengte 4 meter, dan gaan we naar de drukpiek van 20 bar. Dus moet je je voorstellen, als die leiding is 10 meter lang zou zijn, dan worden daar toch echt hele hoge pieken. Dus hou daar ook rekening mee met het ontwerpen van de installaties. Het staat ook weer in de Europese norm om die aansluitlijn zo kort mogelijk te houden. Maar het Caleffi zou Caleffi niet zijn als we daar niet een oplossing voor hebben. Te zoeken. De waterslagdemper. De waterslagdemper die ook opgebouwd is, niet uit een membraan met een stikstof, maar met een zuiger. En de VR. De VR gecalibreerd is op die 3,5 bar. Die drukt eigenlijk die zuiger helemaal onderin met een hele kleine waterinhoud. Om ja, in het kader van Legionella preventie zo min mogelijk waterinhoud te hebben. En op het moment dat die drukpiek komt, dan zal die zuiger naar boven geduwd worden. En zal die waterslagdemper uit die klap, die drukpiek, gevangen. Je kunt dat vanuit de grafiek hier ook zien. Dit is de drukpiek als er geen waterslagdemper hebt. Dan zie je die pieken afhankelijk van de aansluitleiding. Die zouden rustig 50 tot 80 bar kunnen zijn. Naarmate de tijd verstrekt zal die piek steeds kleiner worden. Belangrijk is om te zien is dat de oorspronkelijke insteldruk van het reduceerventiel is, of het leveringsdruk van het drinkwater. Bijvoorbeeld 3 bar, dat die einddruk van als je geen waterslagdemper gebruikt, het veel hoger is dan de oorspronkelijke druk. Dat is ook de reden dat inlaatcombinaties regelmatig kunnen lekken en gaan spuien op het moment dat kranen gesloten worden. Met het gebruik van een waterslagdemper dan zien we eigenlijk dat de restdruk weliswaar iets hoger is, maar de piek eigenlijk volledig verdwenen is. Er is in drie verschillende uitvoeringen. De halfduimsversie, zoals die hier is. In een driekwart versie, die rechtstreeks onder de wachtmachinetrein gebruikt worden. En in een 3/8ste versie voor montage bij hoekstokkranen, bij wastafels. Ja, Legionella provincie is een heel ander hoofdstuk. Belangrijk is daar het ontwerp. Wat zijn de wachttijden, wat voor toestellen, wat zijn de temperatuurregelingen, hoe is dat geregeld? In het kader van Legionella provincie, we hebben onder andere producent van thermostatische mengventielen. Hier zien we zo'n versie. Thermostatische mengventiel wordt geplaatst bij een wastafel of een douche. Douchesystemen met snelsluitende kranen. Met een knop wordt de temperatuur ingesteld, bijvoorbeeld op een 39 graden. Dan gaat koud en warm water naar het mengventiel en mengwater. Verbruikers. Dit thermostatische mengventiel heeft een thermische desinfectie, een override functie als we hem noemen, in zich, dus waar je de temperatuur kunt gaan overshooten. Om te zorgen dus dat je op het moment dat je die hebt, de override functie zet en je tapt eruit, heb je geen controle meer over de temperatuur, maar kun je gewoon volledig ook die installatie desinfecteren. Het is de eerste mengventiel wereldwijd die gecertificeerd is volgens de nieuwe 1111. En zijn er eigenlijk in 2 aansluitmaten, 15 en 22 kanaal. Hier zie je de verschillende debieten, verschillende kV-waarden. Thermostatische mengventielen zijn geschikt tot maximum temperatuur 90 graden warm zijn en een druk van 10 bar. Uiteraard is die KIWA gekeurd. Ja, Legionella, dat bestaat eigenlijk altijd. Het staat in leidingwater zit het, maar ook in meren, rivieren, maar ook in water, in drinkwater. Er zijn een heleboel verschillende soorten. Je kunt in de slide zien hoeveel en hoeveel serotypes daar weer binnenvallen. Maar het belangrijkste bacterie die zorgt voor die Legionella pneumophila is een serotype 1, dus 85-90% van de gevallen. Dus die bacterie. Dat is een staafvormige bacterie, die leeft in grondwater. Dat is eigenlijk een heel klein dingetje, 2 tot 20 micron en een doorsnede van eigenlijk 0,3 tot 0,9. Heel klein, dus met de blote ogen zeker niet te wachten. Nou, waar is dat ontstaan? Die term Legionella komt van legionairs. Een veteranenbijeenkomst na de Tweede Wereldoorlog in Philadelphia in 1976. Hier is het hotel, het Bellevue Stratford Hotel. Daar is eigenlijk een Legionella-uitbraak geweest in de Koeltoren. Totaal 221 slachtoffers, 34 doden, waarvan 72 van de slachtoffers waren 72 voorbijgangers op de straat. Niet in het hotel, maar op de straat. Wat zijn dan de symptomen van Legionella? Ja, vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, spierpijn, koorts, pijn op de borst. Gevolg is eigenlijk. Ja, je begint met een koorts en je eindigt door een overlijden. Incubatietijd is 2 tot 10 dagen. 2 tot 10 dagen nadat je besmetting hebt gehad, dan moet je ziekteverschijnselen krijgen. 25% van de gevallen betreft dat. Als je besmet raakt, dan kom je ook in het ziekenhuis te liggen. En van die 25%, 40% ervan overlijdt. Er zijn geen medicijnen voor. Dus je kunt enkel alleen dus die longontsteking, zeg maar, bestrijden met penicilline kuren. Ja, er ontstaat eigenlijk altijd slecht water. Hè. Legionella ontstaat door een te hoge temperatuur. Voedingsbodem, doordat er stilstaand water is. Zeg ik dat goed? Ja, temperatuur, voedingsbodem en stilstand. Dat zijn eigenlijk de drie oorzaken waarin die bacterie heel snel groeit. Meest voorkomende legionella besmetting zit eigenlijk in installaties die niet goed ontworpen zijn. Dus waar de vloeistofsnelheden te laag zijn, dus waar er te weinig doorstroming is. Installaties die niet goed onderhouden zijn daar en waar het telkens maar op doorgebouwd is. Er gaat een aftakking bij, maar die wellicht bijna nooit gebruikt wordt. Haal dat soort dingen. Door de leiding is echt een bron van besmetting. Punten die niet gebruikt worden, boilers die onder de temperatuur staan, circulatiepompen die je afslaan, circulatiepompen moet je altijd in tapwater toepassen, laten draaien. Grote buffervaten waar te weinig doorstroming door is. Dat is ook een grotere kans op een besmetting. Maar waar komt dit het meest voor? Dan zul je denken, ja, in zwembaden en dat soort toestanden. Nee. Er komt eigenlijk heel veel voor, ook in huishoudelijke installaties. Daar hoor je heel weinig over, maar daar komt die bacteriën zeker ook voor. Vooral mensen die niet al te hygiënisch zijn, hè, zich niet vaak genoeg wassen, heel weinig warm water gebruiken. En koud water uiteraard. Besmetting komt daar regelmatig voor. Nou, Koeltoren, we hebben het net gezien, die in Amsterdam, maar ook dat in Philadelphia. Dus die watergekoelde condensors van koelmachines. Systemen met verdampingskoeling, je waterse koelingen, daar komt dat natuurlijk voor. Ademhalingstoestellen, douches, whirlpools, bubbelbaden hebben we natuurlijk in boven Karspel gemaakt, whirlpools en bubbelbaden. Wat daar kan gebeuren. Luchtbevochtigers, fonteinen, zelfs in potgrond kan de legionella bacteriën zitten. In Nederland hebben we eigenlijk zo'n 600.000 collectieve installaties, waarvan er eigenlijk 10.000 prioritair zijn. Daar is het risico hoog tot het midden. En dan praten we over dit soort gebouwen, van ziekenhuizen tot truckstops. Dan zijn er zo'n 590.000 installaties die zorgplichtig zijn. Even nog door naar die prioritaire installaties. Die prioritaire installaties, daar is legionella-preventie verplicht. Een risicoanalyse moet een BRL gecertificeerd bedrijf een risicoanalyse en beheersplan maken. Die moet er aantonen en de handhaver controleren. In dit geval de controlerende instantie, het drinkwaterbedrijf en handhaver, ILT. Alles over legionella preventie en prioritaire installaties vind je terug in de ISO 55.1. Gaan we naar de zorgplichtige installaties, hebben we sportcentra, scholen, kantoren, winkels, overal waar water een derde wat ter beschikking wordt gesteld. Die zijn zorgplichtig. Nou, die moeten deugdelijk drinkwater leveren. Minder dan 100 kVE koelniveau per liter. Nadat ze een besmetting hebben gehad, moeten ze risicoanalyse doen, een beheersplan tonen. Certificeer is daar niet geëist. ISO publicatie 55.2 zegt alles over die zorgplichtige installaties. Wellicht hebben we er wel eens van gehoord, de ladder van Vrom. Hier weergegeven door middel van een trapje van Vrom. Dat is de volgorde waarin je weersmaatregelen moet gaan doen. De allereerste stap is te proberen dat thermisch, fysisch of fotogenisch. Maar zo gaat erop terug. Maar bij 2 is het eigenlijk elektrochemisch en 3 is chemisch beheer. 2 en 3 mogen enkel en alleen als dit de enige eerste stap niet gelukt is. Nou, wat zegt dan het thermisch beheer? Houdt het warme water warm, boven de 60 graden, houdt het koud water koud. Geen dode lijnen, geen ongebruikte lijnen. Zorg dat je tappunten minimaal wekelijks spoelt. Dus hou toezicht op wanneer heb ik ze gebruikt, hoe vaak heb ik ze gebruikt, heb ik ze een week niet gebruikt, moet je ze spoelen. Het is heel eenvoudig te controleren, je kunt het makkelijk vastleggen in je logboek. Dus aan zowel het warme als het koude tappen, het warm water in het distributienet en de warme tapwater bereiden moet natuurlijk gecontroleerd worden. Als dat thermische beheer redelijkerwijs niet mogelijk is, dan mag je wat andere dingen gaan doen. Dan wordt er gekeken naar de motivatie van de BRL-gecertificeerde adviseur. Te kijken naar mogelijke visies voor de chemische beheer. Voorwaarde is wel dat het visies en fotochemisch beheer voldoet aan de beoordelingsrichtlijn 14010 en de 1. Ja, ze vallen beide onder 14101, maar dat is een andere hoofdstuk waar we ingenoemd worden. Fysisch beheer met poortwachtersystemen, UV-sterilisatie of membraanfiltratie, ultrafiltratie met terugstroming, pasteurisatie, dus het water eerst voor afkoelen, gewoon weer verwarmen. Pasteurisatieproces. Dat valt allemaal onder fysisch beheer. En het laatste, dat fotochemische beheer, is wat we noemen oxidatietechnieken. Als je thermisch beheer of fysisch beheer ook niet mogelijk is, dan mag je eventueel overgaan naar elektrochemisch beheer. Dus enkel alleen gebruik bestaande prioritaire installaties. Er zijn heel veel verschillende apparaten voor. Koper-zilverionisatie is bijvoorbeeld zo'n toepassing. Dat is met elektroden, dood de bacterie, geeft al wat restwerk in de installatie. Anodische oxidatie is ook een methode om die bacteriën te doden. Er zijn ook wat nadelen. Je kunt normoverschrijding krijgen van koper. Het water kan verkleuring geven in het sanitair. Eigenlijk is het is echt het laatste noodmiddel wat je kunt grijpen om die bacterie de baas te worden. Het laatste is eigenlijk chemisch beheer. Als laatste lid kun je dat gebruiken. Dan moet je heel veel voorwaarden voldoen. Er is nog geen BRL voor beschikbaar. Dus eigenlijk is het chemisch beheer niet toegestaan in Nederland. Wat bieden wij dan als Caleffi zijnde? Ik zal het proberen om een pak te rijden. Is de Legiomix, dat is waar we in de meerderheid van de gevallen een lage temperatuur circuleren, om te zorgen dat we niet de koudwaterlijn opwarmen met een te hoge temperatuur. Dus lage temperatuur circuleren en afhankelijk van de toepassing dagelijks of wekelijks thermische inspectie uitvoeren. Dat zal niet zo. Die Legiomix bestaat eigenlijk altijd tussen een mengkraam met een servomotor, een elektronische regelaar, een aanvoer en een temperatuursensor. Er is er eigenlijk een meerdere aansluitingen. Hier staat het tot naar 2 duim, maar dan gaat het zelfs door tot DN80. Ik ga even een slide terug, dus hoe dat exact werkt, kun je weer terugvinden in ons YouTube kanaal op YouTube. Belangrijk is een verbrandingsbeveiliging in combinatie met of Legiomix of in combinatie met thermostatische mengventielen. Dus op het moment dat ik een desinfectie uitvoer en iemand zou die douches gaan bedienen, dat ik niet hoge temperatuur uittap. Daarvoor is eigenlijk dit artikel, die verbrandingsbeveiliging. Dus op het moment dat de temperatuur te hoog wordt, dan zal het ventiel steeds verder gaan sluiten. Hij zal niet helemaal afsluiten, omdat hij de verandering nog moet detecteren en omdat hij die douchekop zelf wil desinfecteren. De wind is zo laag dat hij wel die douchekop kan desinfecteren, maar niet meer verbranding kan. Dat er geen verbranding meer kan veroorzaken. Eigingstemperatuur van de toestel is 48 graden Celsius. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Je kunt vragen stellen. De vragen die gesteld zijn niet gelijk beantwoord zijn, die zullen we zoveel mogelijk toevoegen weer onderaan aan de film. Bedankt voor uw aandacht en wellicht tot de volgende.